Nou, wat gaan we dan met Feyenoord doen? Um, we gaan in ieder geval een contract van vier jaar, daar wordt zo meteen wel wat meer over gezegd, denk ik. Um, we gaan energieleverancier worden van Feyenoord en van het stadion, uh, maar ook van Varkenoord. We gaan meedenken over het uh, nieuwe trainingscomplex en de verduurzaming van het trainingscomplex. Want het kan natuurlijk prachtig worden. Um, we gaan uh, 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 meedenken over de hele ontwikkeling in dit gebied en de verduurzaming daarvan. Um, en we zullen natuurlijk spelers gaan vragen om over te stappen naar Current. Um, He? En misschien gaan ze ook allemaal wel een elektrische auto rijden. <laughs> um, maar we willen natuurlijk vooral dat de supporters van Feyenoord voordeel hebben bij deze deal met Feyenoord. We gaan mooie aanbiedingen maken. We gaan zorgen dat ze blij worden van deze samenwerking. Uh, want ik, als Feyenoord supporter, mag ik nog maar een keer herhalen. Ik denk dat we er ook iets geweldigs voor alle andere supporters van moeten maken. En ik ben ontzettend blij dat, uh, dat we deze samenwerking kunnen aangaan. En ik uh, ga er... Uh, Echt voor zorgen dat we de komende jaren ook de supporters hier heel blij mee gaan maken. Dank wel.